je vaste fan Zane is erbij. Krijg dan een foto in een iets andere opstelling. En Zane ligt in pyjama onder een dekentje op de bank met een tijltje ernaast. Dus ik vermoed dat hij ziek is. Ja, of hij verwacht het allerergste. Nou, laten we daar gewoon maar achter komen dan. Kink. Kink op de week. Je kan nu in de Randstad Kink luisteren via elke radio. De autoradio in je Toyota Starlet uit 96. Je klusradio die al iets te veel bouwvakkersdecolletés heeft gezien. En zelfs dat oude monster van zolder, die bak vol buizen, die voor het laatst werd gebruikt om te luisteren naar Radio Oranje. Radio Oranje had trouwens niks te maken met Nederlandstalige artiesten als feestzanger Wesley en DJ. Ja, het is mijn zus, maar daar voel je niks van. Het was een radioprogramma dat de BBC in de oorlog uitzond voor de Nederlanders die leefden onder Duitse bezetting. En het werd vanuit Londen gepresenteerd door koningin Wilhelmina, want die was er mooi tussenuit genaaid. De muziek die ze er draaiden was matig, hooguit het Wilhelmus, maar het was wel een van de weinige stations met een vrouwelijke DJ. De radio toen was heel anders dan nu. Meedoen met een prijsvraag bijvoorbeeld. Je kon geen berichtje sturen via een app. Nee joh, je moest een boodschap opschrijven op een briefkaart en die dan via het verzet laten smokkelen. Daar moest iemand mee het kanaal overroeien en dan bij de koningin zien te komen. Dat klinkt spannend, maar decennia later zaten wij mooi met 183 miljard uitvoeringen van Soldaat van Oranje. En dat Kink op elke radio te horen is, is te gek. Want daardoor kan het station groeien. In theorie kan Kink zo groot worden dat we die zender met non-stop hits kunnen kopen, daar alleen maar Foo Fighters draaien en het dan omdopen tot Sky is a Neighborhood Radio. Kink in de Randstad op FM is een enorme kans. Maar het is wel mooi balen voor iedereen buiten de Randstad. Want alles daarbuiten, zeg maar de net over de Randstad, die komt er al zo vaak bekaaid vanaf. Zeeland bijvoorbeeld werd een kazerne beloofd met heel veel soldaten en werkgelegenheid voor lokale leveranciers. Maar die belofte bleek niks waard. Nu hebben ze geen militairen en loopt Bluff nog altijd vrij rond. Nu moeten ze dus naar de rechter om ze weg te mogen jagen met een paintballgeweer. Of je zal maar in Groningen wonen en bij BBB hebben gestemd in de hoop dat ze meer geld voor de versterking van huizen zouden regelen. Eerder wilde BBB dat, maar nu toch niet meer. Dat komt tijdens de formatie niet zo lekker uit, dus daarom hangen hun beloftes nu op z'n kop. De PVV kwam trouwens helemaal niet opdagen bij dat debat, want die moest een smoes verzinnen waarom Wilders in een verkiezingsdebat met Timmermans riep dat de zorgtoeslag per direct moest worden afgeschaft, maar dat ze nu tegen een motie stemden om die afschaffing te regelen. Die zaten dus met z'n allen bij elkaar in een hutje op de Heimaat. En bij het plannen van de CITO-toetsen wisten ambtenaren in Den Haag niet dat het echt kansloos is om die toetsen tijdens carnaval te plannen. Na heel veel gedoe is het schema nu toch aangepast en kunnen basisschoolleerlingen in Brabant en Limburg toch gewoon lekker gaan zuipen. De Friese in Leeuwarden, die zitten nog altijd opgezadeld met Sybrand Buma. Mensonterende toestanden zijn dat. Ze waren sowieso pas net bijgekomen van Twarres en de Kast. En wij denken hier in de Randstad dat mensen in Gelderland, Drenthe en Overijssel achterhoekers zijn. Onzin natuurlijk, zijn tukkers. Tenzij ze op zo'n brommobiel met drie wielen rijden, want dan zijn het tuktukkers. Ja, de Randstad heeft wel Kink op FM, maar buiten de Randstad is echt meer dan je denkt. Zelfs in Flevoland hebben ze... in Flevoland, je kan... Lowlands, ze hebben Lowlands. Kijk, dat is ook alweer mooi. Dus, installeer die Kink-app op je telefoon, luister lekker verder en ga die Randstad uit. 1 seconde en rij snel door die Randstad uit. Ga die Randstad uit en kijk goed rond in ons paradijs. En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Kink. Kink op de week. Ja, ik wil nog eventjes toch benadrukken voor alle duidelijkheid. Het is niet een keuze van ons om alleen maar in de Randstad uit te zenden. Dat is niet iets waar... Doe alleen maar de Randstad, de rest is super geïnteresseerd. Het is wat er beschikbaar is. Ik ben heel blij dat het daar beschikbaar was, maar dat is dus wel een beetje een ding.